Salam Rahayu, salam persaudaraan. Ik ben Ronnie Lerik. Welkom in mijn tent, waar Candi Suro staat hier, de enige candi in Europa, in het bijzonder in Nederland. Ook in de winter doe ik aan kejawen. Maakt niet zo uit of je in Nederland zit, of in Engeland, of in Frankrijk, of bij de Noordpool, IJsland of waar dan maar ook. Blijf kejawen oefenen. Ja, blijf trouw aan je Indonesische traditie en cultuur. Kejawen is een deel van onze cultuur. Van het grote Indonesische raya cultuur, Nusantara. Blijf je cultuur altijd hoog houden, waar je ook bent. Het zij hier in Nederland, in Zeist, Nijenheim, in Frankrijk, in Spanje, maakt niet uit. In Afrika, in Rusland, in Oekraïne, maakt niet uit. Je bent een Indonesiër. Promoot, bevordert en behoudt je traditionele cultuur en andere aspecten van het Indonesische budaya. Ik ben Ronnie Lerik. Blijf kijken naar mijn YouTube-programma Great Nusantara Documentary, waar meer dan 760 video's staan. Blijf kijken naar mijn Facebook-programma's, Facebook-groepen, als ook mijn Instagram. Welkom in Zeist. Salam Rahayu. Salam persaudaraan, salam rahayu. Ik ben Ronnie Lerik, welkom in mijn video series My True Pencaksilat Stories. Dit is deel 88, welkom in mijn trainingskuurtje hier in Nijenheim, Zeist. Vandaag wil ik het over hebben over het kejawen en waarom ik aan kejawen doe. En naar aanleiding van vele vragen, niet vandaag of gisteren, maar een paar weken geleden. Ze zien mij in mijn videoseries of in mijn foto's dat ik deze houding aanneem, buiten of tijdens meditatie. En ze vroegen aan mij, Ronnie, wat ben je aan het doen? Deze jongens die mij die vraag stelden, weet dat ik van huis een christen ben. Oké? Dus ik stel de vragen weer terug aan hun. Waarom vroeg je mij dat? Terwijl je weet dat ik een christen ben. Maar je gedrag, je houding is anders. Hoezo anders? Kijk, als een christen naar de kerk gaat, is een kerk een soort platform, een huis, waar hij bidt tot zijn vader, die in de hemel zit. Maar hoe kunnen wij dat weten, of hij bidt of niet? Wij kunnen dat pas weten wanneer wij aan de persoon vragen in de kerk, hey jongen, heb je net gebeden? En aan wie had je gebeden? Dan kunnen wij pas weten. Zolang wij dat niet weten, ondanks dat hij in de kerk zit, kunnen wij niet weten of hij echt bidt tot de Vader in de hemel, of helemaal niks doen, alleen maar met handen gevouwen in de kerk zitten. Oké? Dus het gaat hier om, je moet nooit de mensen gelijk oordelen naar aanleiding van een bepaalde houding, of dingen die je niet begrijpt, waardoor je een bepaalde uiting, een bepaalde taal uitspreekt die onbegrijpelijk is. Oké? Dus ik zeg tegen vrienden van mij die mij dat vraag stelden, kijk, in mijn houding
sta ik wel best zo of zo. Maar wat ik in mijn hart uitstort met, via mijn woorden uit mijn lippen, dat is gericht tot de Schepper. Ik aanbid alleen één Schepper die in de hemel zit. Dus de situatie, de omgeving waar ik nu zit, met die beelden en zo, dat is voor mij een soort platform. Kijk, als je bidt tot je God, maakt het uit of je in de keuken zit, of in de woonkamer, of in de slaapkamer, of op zolder, of buiten in het bos. Het gaat om die intentie. Wat heb je in je hart? Wat wil je zeggen? Wat je in je hart hebt tot de Hemelse Vader. Dat gaat erom. Je moet niet eromheen zien. Dus als ik naast een bepaalde beeld of naast een bepaalde boom zit te bidden, je moet niet denken dat ik die boom of beeld aanbid. Het is een soort platform voor mij. Het is geen God, het is gewoon een platform. Net als u naar de kerk gaat. Die kerk is een soort platform voor degene die gelooft in God en die graag wil bidden binnen in de kerk. Zo ook voor mij, zo ook voor vele miljoenen Kejawen aanhangers in Indonesië. Dus beste mensen, wanneer u mij ziet of andere mensen in bepaalde houding, zowel thuis, buiten, in mijn tuin, in het bos, dus een beetje vreemd gedrag voor u, maar voor mij niet. Als u nieuwsgierig bent, vraag aan degene wat hij aan het doen is. En niet snel oordeel nemen. Dingen die u nog niet weet en begrijpt. En toch spreekt. Dus dit kan een misverstanden creëren. En om dat te voorkomen, het is beter dat men rechtstreeks aan de persoon vraagt. Wat ben je aan het doen? Dus als ik hier in mijn tuin, toevallig staat hier, ik heb een gebouwde Candi Suro, als ik zo in mijn positie zit, en brandwierook en bloemen en zo, dat is een soort platform voor mij. Platform. Kijk, dat is een heel eenvoudige manier hoe ik onze Hemelse Vader aanbid. Kijk, nu zit ik in de schuurtje, trainingsschuurtje. Ik bid ook hier vaak in deze trainingsschuurtje waar allerlei attributen staan om te trainen. Het gaat om je intentie. Wat heb je in je hart en wat ga je in je mond uitspreken tot de Hemelse Vader. Dat gaat het om. En niet deze dingen. Of wat dan maar ook. Dus de locatie, de sfeer, de beelden die er om deze ruimte hangt, moet niet voorbij zijn. Het gaat om je hart, je ziel, je uitingen die uit je mond komt. En je gedachten. Die moet één zijn tot de Hemelse Vader. Kijk, dit is een deze vraag wordt vaak gesteld aan mij. En dit is de manier waarop ik graag via deze media, via mijn videoseries met Tsupen Chasila Stories, dit is deel 88, graag wil toelichten aan u, aan wie dan maar ook. Ik hoop dat u nu zult begrijpen wat achter mijn dingen die ik oefenen, achter elke gebed die ik doe bij een bepaalde plek, wat dan maar ook, dat is alleen maar tot ingericht. En niet tot die boom, niet tot die plantjes, niet tot die vis of iets dergelijks, niet tot deze bokszak of nee. Het is alleen maar een platform, een grote platform. Wij leven in een wereld. Die wereld is een grote platform. En in die wereld
moeten wij God aanbidden vanuit ons hart, vanuit onze ziel, onze geest en de woorden tot Hem. Ja? Ik hoop dat u blijft kijken naar mijn YouTube-kanaal Great Nusantara Documentary. Er zitten meer dan 760 video's momenteel. En ik ga gewoon door tot ik 2.000 of 3.000 haal misschien. Misschien. En bekijk ook al mijn Facebookgroepen, diverse Facebookgroepen. Ik heb er nu 8 Facebookgroepen met diverse onderwerpen. En artikelen die ik schrijf. En documentaires die ik daar zet. Op mijn Instagram, als ook op mijn TikTok. Ik heb tegenwoordig nu TikTok. Dus ik probeer de media te gebruiken om mijn boodschap over te brengen naar jullie. Om mijn Indonesische cultuur, Kejawen is een deel van Indonesische cultuur, te promoten, te bevorderen en te behouden, te beschermen. Door middel van het sociale media, zoals nu. Dus ik hoop dat u mij kunt begrijpen waarom ik dingen doe die misschien iets vreemd zijn, maar dat is helemaal niet vreemd. Dus het gaat om, nogmaals, wat zit in je hart, in je ziel, in je gedachten en de woorden die je gebruikt om je te communiceren met je hemelse vader, de enige inschrijver boven. Oké, dames en heren, ik ben Ronnie Lerk. Salam Rahayu, salam persaudaraan.